Hey mensen van de 203 Michael, de vorige keer hebben wij echt een ongelofelijke moeite gehad met die motherfucker te pakken te krijgen. Ik ga gewoon proberen verder te gaan. De vorige aflevering heeft het echt heel lang geduurd. Ik denk dat ik er ook heel veel uit geknipt heb, dat weet ik nu nog niet. En ik ga gewoon hem weer proberen verder te pakken te krijgen. Ik zet toch een timertje aan voor mochten we hem snel te pakken krijgen. Maar ik neem aan van niet, want het is echt al de hele tijd dat het kut gaat. En ik kan ook niks veranderen qua instellingen van moeilijkheidsgraad of zo. Dat die bijvoorbeeld heel makkelijk in is, waardoor ik hem snel heb of zo. Dat ik dat heel even doe, maar dat lukt niet. Daarvoor moet je een hele. Dat moet je in het begin van de game instellen en dan kun je dat niet meer veranderen. Of zo, ik weet het al niet meer. Ik weet het al niet meer hoe dat ging. Of er is maar één moeilijkheidsgraad bij deze motherfucker. Mag voor mij wel weer ondertussen erbij gaan komen. Want dan kan ik hem te pakken krijgen. Wat is dit? Oh. Cool. Maar waar ben je? Daar. Hier, dan rijdt hij de andere weghelft op. En dan wil je omruimen en denk je, nee wacht, hij gaat recht. Oh mijn god. Het gaat gewoon. Aan de kant. Ik ben wel rustiger geworden. Ik heb even gewoon een paar minuten aan de kant gezeten. Maar pissig ben ik nog steeds. Welkom mijn vader even melden dat het iets zachter mocht. Dus ik ga proberen ook zachter te zijn. Want het is ondertussen al laat. Het was de bedoeling dat ik al ruim van tevoren klaar was. Maar ja. En dan komt er nog een politie. Tuurlijk joh. Ga even de leven zoeken. Ga maar weer afkoelen jongens. Ga maar weer weg. Daar is hij. Fuck! Yes! Ik ga dansen. Ik zei dat ik ga dansen. Ik ga godverdomme dansen. Ik ga dansen. Ik ga... Holy fuck. Dat heeft mij lang geduurd. Dat heeft lang geduurd. Dat heeft zo fucking lang geduurd, jongens. Dat wil je niet weten hoe blij ik ben dat we eindelijk deze motherfucker te pakken hebben gekregen. Je had hier eigenlijk een facecam bij moeten zien. Maar die heb ik niet aangezet. Oh mijn god, wat ben ik blij. Nee, moet ik trouwens niet hebben deze. Bot. Andere auto. En ondertussen ontsnappen we ook even. De Mercedes-Benz. Ga maar naar de auto. We hebben hem eindelijk, jongens. We hebben hem eindelijk. Mijn god, dat heeft lang geduurd. En maar dan hebben we ook wat, hé jongens. Zie even wat een bak dit is. Holy fuck, deze is vet. En wij gaan meteen, omdat we daar de tijd voor hebben, de makkelijkste race doen. Fuck yeah. Fuck yeah. Mijn god, als het steeds moeilijker wordt om ze te pakken te krijgen, dan zal die finale auto waarschijnlijk daadwerkelijk een uur gaan duren voordat we hem hebben. Maar voor mijn gevoel duurde het de vorige aflevering echt gewoon een uur. Het was uiteindelijk iets van, even kijken, een half uur heb ik opgenomen ongeveer of zo, iets meer. Bijna 40 minuten geloof ik al. Welke kleur kan nog meer behalve wit? Want wit vind ik eigenlijk niet zo mooi. Ja, zwart, maar... Nou, weet je wat, ik ben blij met zwart. Wij gaan gewoon naar die race toe. En dan gaan we de volgende keer de Lexus doen. Oh! Hoort hem dan! Het was uiteindelijk het wel waard hoor. Jongen zeg. Holy shit. Bots, jongen.
Dat verdienen deze auto's trouwens nog even. Maar goed, ik ben toch blij dat ik hem heb, hoor. En dan krijgen we hier nog zeker politie. Dus ik rij heel even deze kant op. Want ik zie dat op die weg, kijk maar naar de radar, zie je dat de politie daar is. Draai niet deze kant op, draai niet deze kant op, draai niet, draait hij deze kant op. Even stilstaan, hij staat stil, ook stil. Ik wil even hier naar de overkant. Zo, ik schrik me rond, motherfucker. Hey, cool, Lamborghini. Oh, hij komt hierheen. Nee, hij gaat de andere kant op. Mooi. Ik heb even geen zin in de politie, dus we gaan heel even ook zo dat hij ons niet ziet. Hier rijden. Zo, mooi. Maar dat duurde lang, zeg. Holy shit. Dat hoop ik nooit meer te hoeven doen. Dat het echt zo lang duurt, omdat hij de hele tijd mislukt. En hier is die Lexus te halen, maar die ga ik niet proberen zonder nitro. En hier is de race. We gaan racen. Want wij hebben nog ruim de tijd, neem ik aan. Ja, we hebben nog 10 minuten om deze race te doen. Maar ja, dat zal waarschijnlijk met die politie bij nog wel even duren. Hoe gaat deze intro? Mooie brug. Oh, we gaan onder de brug door. Over het water. Wat fuck? Stopt het daar even? Ik weet niet of die voor jullie ook stopt, maar voor mij stopte die even. De Isabelle. Ja, even trouwens mijn scherm een beetje anders zetten, want ik speel nou niet in fullscreen mijn venster, omdat ik er heel even uit ben gegaan om te kijken of ik nog überhaupt een tweede aflevering kon maken. Maar daar had ik nog wel de tijd voor als deze maar tenminste kort is. Dus je zag heel even stilstaan beeld, maar dat komt omdat ik mijn venster verplaatste. Omdat ik het dan iets beter zie. Maar nou komen echt steeds moeilijkere racers tegen. Dus nou wordt het dus echt iedere keer eentje blijkbaar. Denk ik. Ik weet niet of het nou dadelijk met een betere auto beter te doen is. Jee, één uitschakeling. Hatseflats. Ik mis mijn nitro. Ik wil nitro hierin. Maar daarvoor moet ik deze race winnen, Michael. Daarvoor doe je dit. Oh, oké. Okay. Oh, trouwens, had ik niet trouwens iets van... Ik ga dadelijk kijken of dat ook geldt bij alle auto's dat ik de turbo verbrand, nitro verbranding erin kan zetten. Aangezien dat een prestatie was of dat er alleen echt met die auto is. Ga even allemaal aan de kant, jongens. Jij ook, Lambo. Ik weet dat jij een Lamborghini bent. Ik wil even op de andere weg helpen. Dat vind ik iets fijner racen. Als het maar niet dadelijk in het vertaal wordt omdat ik nou op deze verkeerde weg altijd... Nou weet je wat, ik ga toch terug, want de radar blijft aangeven dat ik hier moet zijn. En dat is hierom. Oh, dat was dus slim dat ik dat deed. Maar dit wist ik niet, want ik keek niet op de radar. Ik zag de post. Maar that's it. Come on jongens, we staan weer achteraan zowaar. Nee, niet achteraan. Dat niet overdrijven, Michael. Niet gaan overdrijven nou. Ik ga de kant. Dankjewel. Oh, hallo meneer. Heeft u een kaartje voor deze race? Nee. Oh. Dan moet ik jullie helaas verzoeken op te rotten van de baan. Ga jij ook eens even daar tegenaan? Dankjewel. Nou kom ik wel hier even in de slip. Kan ik hem niet meer controleren? Dat was ook een vette botsing. Wij schakelen onze tegenstanders zowat één voor één uit in plaats van dat we de race aan het doen zijn. Kom op Michael, even opletten. Je bent nou een paar uitgeschakeld, maar die komen natuurlijk ook gewoon weer terug in de game. Daar is ook gewoon nog een post. Dit zijn echt kutwegen, hier kun je moeilijk inhalen. Maar hier kan het nou wel. Zo, weer een post. Waar blijven nou die fucking finish? Hoe lang is deze race nog? In die andere zag je echt hoeveel procentje van de race al gedaan had. Dan wist je of je er bijna was. Ook zie je al de finish op de map staan. Zie je hem ook? Hier komt deze. Dit is de laatste post. En de eerstvolgende is de finish. En dan gaan ze nou maar inhalen. Hier is de finish. Hier is de finish. Hier is de finish. Hier is de finish. Hatseflat. Die hebben wij geowned. Oké, jongens. Dan moest ik even een gesprekje voeren. Offroadbanden gaan we die gebruiken.
doe maar even niet. De nitro wil ik wel erin hebben natuurlijk, want daarvoor hebben we deze race gedaan. Dan wordt het dus een korte aflevering, vanwege dat die vorige zo lang was, ben ik niet in tijd uitgekomen. Vandaar dat ik nou ook moet zeggen dat ik ga afsluiten. Eigenlijk zouden jullie nog officieel een minuut of 5 van mij krijgen. Maar echt omdat die vorige race zo lang was, moet ik deze korter doen, aangezien het al best laat is. Sterker nog, het is bij mij nu even over 10. En eigenlijk mag ik al langer dan 10 uur niet meer opnemen, was de afspraak. Dus ik ga nog wel heel even kijken naar die nitro. Want wat was wat we nou... Ja... What the fuck is dit? Dit wordt allemaal nog unlocked. Ik dacht dat ik iets had unlocked. Wat is dat? Oh nee, wacht even. Die kunnen wij verdienen met mijlpalen. Oh, nee. Nou, in ieder geval, dat ga ik dus allemaal de volgende keer uitzoeken. Ik ben even het kijken. Druk even op het duimpje omhoog voor deze korte aflevering. Maar omdat we eindelijk de Mercedes-Benz hebben. Dus nogmaals, volgende keer wordt het een langere. Zeg later. Doei.